Ja, ik hoorde de minister zeggen van ja, in Barneveld komen geluiden dat ze er blij mee zijn. Maar kijk, een feit is natuurlijk, zoals ik net ook al aangaf, dat in 2003 heel veel bedrijven de besmettingen waren van bedrijf naar bedrijf. Intussen zijn er heel veel, vanaf 2003 zijn er heel erg veel maatregelen al genomen. Waardoor je nu misschien mede ziet dat die besmetting van bedrijf naar bedrijf gewoon eigenlijk veel minder voorkomt. Maar dan hoor ik de minister wel zeggen, ja, omdat die intensiteit daar zo groot is, gaan we dat wel verdunnen. Wat enorme gevolgen gaat hebben voor en mensen die een pluimveebedrijf hebben, en voor de voedselproductie, en voor alle andere zaken waar boeren bij betrokken zijn, sociale binding op het platteland. Mensen hebben vaak nog een bed and breakfast, een boerencamping, een toerisme en recreatie. En wordt die impact daar dan ook bij meegenomen? Want ik hoor nu eigenlijk een beetje, maar misschien kan de minister daar ja of nee op antwoorden, dat gewoon de Veluwe gewoon min of meer leeggehaald wordt met pluimveebedrijven, omdat de kans ooit bestaat dat daar een besmetting ontstaat en bedrijf op bedrijf gaat besmetten, terwijl het in de laatste jaren dus niet is gebleken en al die andere maatregelen niet zijn meegenomen. Dank u wel. Mevrouw van der Pas, u bent door de lengte ook van interruptie, maar die wil door uw interruptie zijn. Dus, meneer de minister. Nou, dan zal ik eens kijken of ik in ieder geval nog een antwoord kan geven op deze laatste interruptie. Ja, mevrouw van der Plas, meneer de voorzitter, die houdt volgens mij wel twee dingen door elkaar. Aan de ene kant, we hebben maatregelen getroffen, een aanpassing van onze aanpak als het gaat om de monitoring, de kilometerzones, minder ruimingen en dat soort zaken. Daar, daar zijn ze in Barneveld blij mee en ik denk dat elke boer daar blij mee is. Dat er eerst goed gekeken wordt, is een ruiming überhaupt nodig? Want dat komt er eigenlijk een beetje op neer. We hebben dat ook gezien in Lunteren afgelopen jaar. Daar is eigenlijk de aanleiding geweest om hier nog eens naar te kijken en ook deskundigen te vragen. En ik zeg niet dat een gebied leeggeveegd moet worden. Dat natuurlijk niet. Maar op het moment dat je in de gebiedsprocessen, daar verwijs ik ook steeds naar, dat er keuzes gemaakt moeten worden, dat er verplaatsingen gerealiseerd moeten worden, dan is het goed om dit mee te nemen. En vandaar dat het ook een meekoppelkans is. Het is niet zo dat wij heel erg actief gaan sturen op die gebieden, maar juist in de gebiedsprocessen, de lokale, regionale processen, daar moet het plaatsvinden, dicht bij de regio, dicht bij, nou ja, ik kon mevrouw verder ook zeggen van beleid moet dicht bij de mensen gemaakt worden. Nou, dat is dit ook. Laten we dit vooral niet van bovenaf doen. Maar het is altijd goed om ook te kijken naar die dichtheid van die gebieden. Omdat dat wel. Kijk, de situatie in Frankrijk heb ik u net genoemd. Je moet er niet aan denken dat de hele Gelderse Vallei geruimd zou moeten worden. Wat voor impact dat is, dat moeten we ons ook realiseren. In Frankrijk zijn 1600 bedrijven zijn geruimd, omdat daar de tussenbedrijftransmissie zo groot is geweest. Dus wij proberen het nu op een andere manier te doen. Op een soort verfijnde aanpak is het. En ik hoop dat het daarmee ook onder controle blijft. Maar het kan wel. En we moeten echt, als we toch bezig gaan in die gebieden, moeten we ook kijken van, nou, waar zou je ook tot een zekere verdunning kunnen komen. Maar de beelden die u oproept van de Gelderse Valleien leegvegen, die werp ik ver van me. Dat is niet de inzet van deze minister en van dit kabinet. Integendeel, maar wel gewoon lokaal in het gebied aan de slag om te kijken waar je iets kunt doen aan die dichtheid. Oh, mevrouw van der Plas, ik kreeg wel waar voor uw laatste vraag. Hè? Maar u hebt ook nog een tweede termijn, dus dat maakt ook niet uit. Mevrouw Vestering, ja, en om het weg? Ja, want dat kan ik dan ook meteen even zeggen, nu we het er toch over hebben. Mevrouw van der Plas heeft om 6 uur andere dringende verplichtingen. Ook mevrouw Beckerman van de SP ook. Dus die gaan ons om 6 uur verlaten. Mevrouw Vestering, uw laatste interruptie. Mevrouw van der Plas? Zou ik dan mijn laatste vraag in de tweede termijn nog mogen gebruiken om hier nog een hele korte vraag over te stellen? Ja, oké. Okay. Als de collega's het goed vinden, dit is even wel zeker, dus, dan ga ik daar niet voor liggen, alstublieft. Ja. 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 Nee, mijn korte vraag is nog dat er dus hele rigoureuze maatregelen worden getroffen, eventueel, in gebiedsprocessen, hoe dan ook, terwijl er straks ook pluimvee gevaccineerd wordt. En dan gaan we dus allemaal dingen doen, terwijl straks dat pluimvee is gevaccineerd. En dan zijn die bedrijven wel weg. Meneer de minister. Ik blijf erbij dat uw opmerking over rigoureuze maatregelen, waarmee u steeds de suggestie wekt dat wij een heel gebied gaan leegvegen,
is niet aan de orde. Dat heeft ook mijn collega, mevrouw Van der Wal, nadrukkelijk in debat aan de orde gesteld. Dat, ze, dat dat niet aan de orde is, maar dat we via een verfijnd proces kijken. Natuurlijk, de hele discussie in het landbouwakkoord ging over toekomstperspectief voor de boer. Er moet toekomstperspectief zijn van de landbouw in Nederland. En dat toekomstperspectief, dat is er ook. Dat weten we dat het er is. Dat kunnen we ook op een goede manier vormgeven. Maar binnen die kaders moeten we wel kijken wat er ook mogelijk is op dit gebied. En dat is een verfijnd proces. Dat gebeurt in de gebieden. Dat gebeurt lokaal en regionaal. Dicht bij de boeren die het betreft. In overleg met de boeren die het betreft. En nogmaals, een suggestie alsof wij hele gebieden willen leegvegen. Is absoluut niet aan de orde. Dank u wel. Dan komen we nog even de laatste vraag van mevrouw Vesting en de laatste vraag van mevrouw Bromet van deze termijn.